Wat belangrijk is in het programma, dat je goed begint aan het programma, toch? Nee, of niet? Ja, dat is leuk. Ik zat gisteren op één te kijken. Dat vind ik dan echt leuk. Want ik zie ook dat het dat hij denkt, godverdomme, weet je wel. Ja. Want het is nooit lekker. Want je eerste moet een beetje goed zijn, hè? Je moet gelijk iets neerzetten. Je wil toch wel even binnenkomen hebben. En die jongen heeft natuurlijk ook tegen zijn vrouw... Zijn vrouw zei, joh, vanavond op één. Hij zei, nee. Jan Kooijman, hè? Ja, ik heb hem klaar. Hij zegt, ik ga gelijk even over die Stef Blok beginnen. Want dat zit me al een tijd dwars. Maar die vrouw waarschijnlijk gezegd, heb je gewoon gelijk, lieve jongen, hè, weet je wel. Ja. Maar toen begon hij dus. Toen vond dit wel leuk. Ja, Jan Kooijman. Hij is ook niet meer voor teruggekomen. Nee, Jan was er helemaal klaar voor. Die ging los. Stef Blok heeft in zomergastlus gezeten. Daar zat jij ook wel eens in, volgens mij. En toen heeft hij ook allerlei dingen over cultuurbeleid gezegd, waar ik een beetje mijn vraagtekens bij had. Je bent in de war met... Erik Wiebes. Oh, sorry, Wiebes. Wiebes. Ja, ja. Dat vind ik goed. Oh, dat is heel erg. Hij dan kun je beste naar huis gaan. Ja, dat zei, dat zei ik ook tegen de redactie. Het beste wat je dan kunt doen is... sorry jongens. Ja. Ik heb mijn dag waarschijnlijk niet. Ik ben er hij moet, daar nog blijven zitten voor zijn eigen. Maar Jan Kooijman heeft nooit zijn dag gehad, hè? Maar dat komt een keer. Je hebt één keer dag gehad bij Talent van het Jaar. Heeft hij René verslagen. Weet je dat nog? Nee, ja, toen zaten we met Rauw Heertje in de uitzending. Hadden we steeds over Jan Kooijmans. Dat het een schande was die van René toen won als talent bij de televisier toen. Nou, dat is wel heel lang geleden. Ja, dat is echt heel lang geleden. 10 jaar geleden. Toen mocht Roel nog komen. Is ook op de zwarte lijst gekomen naar die uitzending. Er zijn nog wel mensen op een zwarte lijst gekomen. Hè, als je erover nadenkt.